Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 13 oktober zien we overwegend veel wolken boven het midden en het noorden van het land. En we hebben nog steeds te maken met een oostelijke wind. Maar vanochtend breekt vooral in het zuiden van het land de zon geregeld door. In het noorden en midden is het meest bewolkt, maar droog. Vanmiddag breekt overal af en toe de zon door, maar later raakt het weer bewolkt. Het wordt 11 tot 13 graden, maar door de stevig oostelijke wind voelt het kouder aan. En vanavond raakt het geheel bewolkt, het blijft wel droog en de temperatuur gaat dalen naar 8 tot 10 graden en de wind waait stevig door. Maar in de nachtelijke uren neemt de wind iets in kracht af en morgen hebben we dan te maken met een matige oostelijke wind, windkracht 4 boven land. Er is overwegend veel bewolking, op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een enkele spatregen of motregen is niet uit te sluiten en het wordt 12 tot 14 graden. In het weekend gaat de temperatuur omhoog. Zaterdag valt er enige tijd regen, maar later klaart het op en dan wordt het 13 tot 16 graden. Zondag blijft het droog, schijnt de zon geregeld en wordt het 16 tot 18 graden. En ook maandag ziet het er aardig uit. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.